iets maken waardoor wij makkelijk naar elkaar toe kunnen. Ja, ja, ik heb nu gewoon railway. Een railway. Een railway. Zal ik die sugarcane gewoon hier laten en dan gewoon hier planten? Dat we er allemaal gewoon gebruik van kunnen maken. I guess. Als je gewoon, je kan de bovenste stukjes al meenemen. Ja, nee, maar dat ik zeg maar gewoon een hele lange rij sugarcane hier plaats. Dat kan ook. Maar dan moet je wel de hele tijd ver lopen. Nee, dat wel. Ja. Maar ik laat wel gewoon een paar staan. Het is wel een nice plekje. Als je hier echt staat, kan ik echt Maurice's huis daar in de distance zien. Ja, dat is inderdaad fucking... Wacht, heeft Jim al iets gebouwd überhaupt? Ja, Jim hoort bij mij. Wij twee zijn samen begonnen met een bouwseltje. Een bouwseltje. Een bouwseltje. Oh nee, godverdomme. Kut. Wat? Helemaal kut. Ik zie het al. Godverdomme. Wat gebeurde er? Creeper. Oh. Ja, fuck jou. Fuck jou. Nee, fuck jou. Ik heb geen geen weapon. Oké. Jordi heeft ook gewoon geen fatsoenlijke deuren. Klopt. Te van geen hekjes. Een hekkie? Hekkie? Wacht, ik ga hem even kijken hoor. Mijn brewing stand is weg. Kank. Molly, Molly, sorry. Hier. Evan, ah, Evan is het. Evan. Nee. Wacht, what the fuck? Stop. Die kutbeesten. Ik heb helemaal nog geen bed trouwens. Als ik nu weer doodga, dan moet ik weer, jongen. Maar ik ga even een bed dan. Ja, ik heb geen sheep. Geen boel. Colin had... waar is Colin? Waar is Colin? Ja, waar is Colin's huis? Oh, die zit helemaal achter. Daar heb ik echt van, man. Ja, hier is een poosje lopen. Achter Moody's huis nog. Ik niet dit ding erin, hè. Wat een kutbeest zijn dat, holy shit. Je wordt aangevallen door een mini-zombie in één keer, fuck off. Maar, weet je dat ik zo droog was gisteren? Nou? dinges, Colin, die had ons zeg maar, die had zo'n skybase, ja, met water. Ja. En toen, dat was echt voordat we hier waren. En toen hield hij het water weg. En toen zei hij, ja, nu zijn jullie stuk hier, zei hij. Ja. En toen, toen was ik zo van... Wie zegt dat we hier stuk zitten? En toen keek ik in zijn chest en toen had hij een enderpearl. En toen zei ik echt tegen Maurice van... Oké, Maurice, het spijt me, maar ik ga je achterlaten. En toen gooi ik die enderpearl weg. Ja. Naar beneden. En wat doet Colin? Colin tikt Maurice even van zijn skybase af en Maurice gaat dood. Ja. En toen had ik hem gemessaged. Geprivé-messaged, Colin.
Of Maurice. En toen zei ik echt, we gaan hem kankerhard dood maken. Oh. Maar waar is onze plekje? Oh ja, wacht. Daar ben ik nog heen geweest toen. Ja, dit is wel helemaal kut, hè? Nu mis ik al mijn... Shit. Ik zoek een wat vol. En dan moet je eigenlijk... Moet je er wat eigenlijk van zeggen. Wat? Kom. Ik, toch, ik heb gisteren wel wat van gezegd, volgens mij. Oh, ik ga uiteindelijk ook gewoon Con hit killen omdat die magie attackt. Ja, maar dat is echt kankeronnooi. Like, waarom? Het is gewoon nergens voor nodig. Waarom zijn onze diamonds weg? Maar ook met dat... met de rolls, zeg maar, die op server. Vind ik hem ook echt annoying as fuck. Ja, true. Ik zei ook, ik heb ook al vaker gezegd, we gaan gewoon een server zonder Colin maken. Of dat Colin geen rechten heeft. In ieder geval. Geen admin bedoel ik. Oh shit, dikke cave. Nou, dan doe je dat toch. We hebben nu, ja. Nee, dit is Colin's server. Hoezo, dit is Colin's server? Dit is Colin's server, inderdaad. Dit is wel jouw server? Discord server. Oh, Discord. Oh, dan Minecraft server. Nee, nee. Maar dan doe je dat toch? Ja, dat kan. Oh, daar is Colin. Zijn plek. Anders, wacht. Ik kan het ook wel doen, maar dan maak ik gewoon iedereen evenveel recht. Als dat kan. Wat? Kan dat? Kun je iedereen evenveel recht geven? Wat zei je? Kun jij iedereen evenveel recht geven? Nou, de owner heeft sowieso meer rechten, maar Colin is niet iemand die meer rechten moet hebben. Nee, oké. Kijk. Oké. Oh, ik wil wel even... Colin heeft geen wool. Zelf even inbouwen. Zo. Ai, ik ga minen. Aight. Maar, vind ik zo dom, hè? Dan... Colin maakt het altijd alleen maar erger. Gewoon een zeggen ervan, en dan maakt hij het alleen maar erger door bijvoorbeeld... dat met... Wacht, ik had net iets in mijn hoofd. Wacht, neem even een bed mee trouwens. Je ging er nou uit. Dat is Sean, denk ik. Kut! What the fuck? Ja, ik kwam in die server en dat was in één keer... ruimtig de joink. Maar, oké, okay, gaan we door, Michael. Ja, dat was... dat Colin het alleen maar erger maakt. Dan zeggen ja. We er wat van, bijvoorbeeld... met die obsidian gisteren. Wacht, was jij er toen nog bij? Maurice werd toen helemaal encased met obsidian. Nee, dat was niet wij. Nou, Colin die dacht dat het grappig was om Maurice te encasen met obsidian. Waarom ook? Ja, weet ik niet. Ja. En hij zo van... Zal ik Maurice encasen met obsidian? En niemand reageerde erop. Of iemand zei van, nou doe maar niet. En daarna ging die hele tijd door daarover. En toen was het echt van,
Oh, ik ben echt een asshole. Hihihihi. Oh, ik ben echt een asshole. En dan zeggen we van dat hij het om moet ruimen of zo, weet je wel, dat hij hem eruit moet halen, anders dan maken we hem dood. Mm-hmm. En dan gebruiken we gewoon zijn diamond pickaxe om het te doen. En dan rent hij weg. Dan rent hij weg naar zijn plekje toe. En dan geeft hij dat als excuus van waarom die Maurice die niet heeft uitgelaten. Wat een retard. Van, ja, jullie zitten achter mij aan. Nee, we zitten niet achter je aan. We komen alleen naar je toe om zeker van te zijn dat je die shit opruimt. Ja. Oké. Het is inderdaad van... Ik ga... Oké, ik maak een server aan, ja. Ik maak één rol. Twee. Gewoon voor ons, de normale mensen. Maar je kan wel meerdere rolls doen, maar gewoon niet meer... Ja, oké, maar niet... Wat Colin heeft 3000 rollen. Ik denk even, what the fuck? Ja, maar kijk, dat is niet... Dat op zichzelf vind ik nog niet echt een probleem, hoor. Nee, oké, maar... Want het is... Zoals die Mordekaiserboy en weet ik veel wat... Bij Kipnugget, dat soort shit. Maar je moet niet dat iemand dan door de Kipnugget rol meer shit heeft. Nee, oké. Okay. Maar ik heb nu bijvoorbeeld gewoon één rol. Dus Cracker. En die heeft gewoon alles. Ja, of iedereen... Maar dat zei ik ook al tegen Colin. Of iedereen heeft alles. Of iedereen heeft niet. Of maar niemand niet. Heeft iets. Maar dan zou ik niet bijvoorbeeld doen dat, want er zitten ook bijvoorbeeld mensen op de server waar we niet op zitten die echt, die we niet kennen bijvoorbeeld, of nou, die ik dan ook ken. En sommige die erin zitten die echt nooit de call joinen, dan zou ik die niet evenveel rechten geven als ons. Stel die komen in. Ja, dat, ja. Kut, ik heb geen torches. Oké, wij zijn klaar. En dan doe ik de facets. Peasants hebben geen... Peasants. De peasants hebben... Ja. Peasants are dying from the sea, so... Kunnen ze ook wel een strommel doen. Oké, zo. Jorn heeft geen strongholds. Fucking noob. Ik heb geen strongholds. Koop het gast. Moet ik jullie inviten voor de server? Doe maar. Maar laten we eerst maar even kijken wie die allemaal die server wil joinen. Ja, oké. Okay. Ja, waarmee moest ik helpen? Oké. Jawel. Ik ben zo terug. Joep.